als je graag tekent en je hebt op een gegeven moment een bepaald idee van een personage die je allerlei avonturen kan laten beleven. En je gaat dat personage steeds meer uitwerken totdat je op een gegeven moment echt zoiets hebt van nou, nu heb ik iets wat eventueel wel misschien wel een stripboek zou kunnen zijn. Hoe gaaf is het dan als die droom uitkomt en het ook inderdaad een stripalbum wordt? Dat is wat Ralf Dikmans overkwam toen hij begon aan een figuurtje, wat hij op een gegeven moment een naam gaf, daarmee verder ging, in contact kwam met allerlei andere mensen die hem tips gaven en op een gegeven moment ook een uitgever trof die zei van nou, ik wil een verhaal van jou uit gaan geven als een stripboek. En dat werd dit album van Andersman. Nu even iets anders. Ja, met die naam kun je natuurlijk heel veel leuke woordgrappen maken, maar dit is gewoon het debuut van Ralf Dikmans, die al heel lang bezig is met dit figuurtje. En het leuke is dat ik dat eigenlijk vanaf dichtbij heb mee kunnen maken. Want ik leerde Ralf kennen op een presentatieavond bij Strip 2000. Daar kwam natuurlijk al heel snel naar voren dat hij tekende en dat hij bezig was met een figuurtje. Dus hij liet ook meteen allerlei tekeningen zien en later ook via Facebook liet hij steeds allerlei platen zien die hij aan het maken was. Tot op een gegeven moment het nieuws kwam van jongens, er komt een album van me uit. Nou, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Op de internationale signeerdag, afgelopen april 2016, is dit album dan uitgekomen. Ralf was daar natuurlijk ook de hele dag aanwezig om te signeren. En het is eigenlijk ook wel passend dat het album, wat ook bij de uitgeverij, het Mannekesblad, is uitgekomen, die dag organiseert, dat het ook wel passend is dat het op dat moment is gebeurd. Want dit verhaal, het is een soort, ja, het is echt een verhaal, ondanks dat elke pagina een aparte losse grap bevat. Maar alles speelt zich af op een van die internationale signeerdagen. Want deze Andersman, die wordt namelijk ingehuurd als beveiliger. En die heeft als taak om alle tekenaars naar hun plek te brengen en te zorgen dat het ze aan niets ontbreekt. Nou, dat gaat natuurlijk niet helemaal goed. Dat is natuurlijk wel even duidelijk, want het is een ontzettend grappig album. En Andersman zegt dat hij een superheld is. Ja, goed, of dat zo echt zo is, nou, dat laat ik even in het midden. Dat moet je zelf even gaan lezen in dit boek. Het is een, ja, het is in zwart-wit. Het is niet gekleurd, maar het is natuurlijk wel ontzettend leuk getekend. En ja, de grappen zijn ook ontzettend goed. En wat gewoon heel bijzonder hieraan is, is dat je echt een keur van andere striptekenaars tegenkomt. Je zou bijna zeggen dat dit eigenlijk toch wel een soort, ja, hommage is aan de verschillende striptekenaars die Ralf ook door de jaren heen geïnspireerd hebben. Ja, degene die je hier trouwens even ziet, dat is Ralf zelf. Hij maakt zichzelf ook een aantal keren tot mikpunt van grappen. En hij spaart zichzelf ook niet. Dat is ontzettend leuk. Nou ja, als je dit album gaat lezen, je komt nog zoveel meer tegen. Dat maakt het heel erg leuk. Normaal zeg ik altijd van nou, als je dit leuk vindt, ga dan naar de stripwinkel, want daar kun je het vinden. Maar in dit geval wordt het erg lastig, want het is in een beperkte oplage uitgekomen, dit album. Alleen die oplage die is echt binnen no time was die uitverkocht. Dus ja, nou moeten we even wachten. Er wordt op dit moment druk gewerkt aan een tweede deel. Dat komt op het Brabants stripspectakel uit begin september in Veldhoven. En daar zal ook een herdruk komen van dit eerste album. Dus ben je nieuwsgierig geworden? Nou, als je in Veldhoven op de beurs bent, zoek er al voor op voor zijn eerste album, voor het vervolgalbum. Misschien wel met een mooie tekening erin. Alles kan daar, dat is het leuke van zo'n beurs. En ja, goed, ga ervan genieten. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Bedankt voor het kijken, liken en delen van deze video. En als dit de eerste keer is dat je op mijn kanaal komt, dan zou ik het zeker leuk vinden als je je abonneert. En kijk ook rond naar alle andere video's die ik op dit kanaal te bieden heb. Ik wens jullie heel veel leesplezier en ik zie jullie een volgende video.